Goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie? Alles goed? Ja, alles gaat heel erg goed. Ja, heel fijn. Ze doet weer lekker dat dingetje, dus... Het is weer de lekkere, vrolijke Fem. De 8 maanden oude Fem is met een hazenlip geboren. Ze is onlangs geopereerd en vandaag heeft ze een controle. Thuis. En de vader van Fem luistert op zijn werk mee. Als je hier je iPad neerzet of je telefoon, ben je binnen 10 minuten ongeveer klaar. En ben je lekker in je eigen omgeving. Zowel voor jezelf als voor die kleine meid is het natuurlijk hartstikke fijn om niet naar buiten te hoeven. In plaats van 2 uur om richting Nijmegen te gaan. Dus dat scheelt ook een hoop. Ja, prachtig. Oh, ziet er heel mooi uit, hoor. Leuk, leuk, leuk. Eenvoudige controles van Dr. Bergé mogen ouders via het V-Stalk-systeem doen. Een beveiligd beeldsysteem dat met een app werkt. Het is allemaal heel goed bruikbaar voor al die dingetjes die goed gaan. Van zo gauw er iets niet goed gaat, van zo gauw je denkt van... oh, dit is misschien toch niet helemaal zeker of hier moet even goed naar gekeken worden... wordt er meteen afgesproken, nou, we gaan dit consult kort houden... We kijken dat u volgende week terecht kunt, of vandaag of morgen. En dan doen we een echt consult natuurlijk. Dus het is een soort van surplus. Het is niet in de plaats van. Ook toekomstige controles van Fem gaan via V-Stalk. En het systeem biedt ook mogelijkheden voor andere afdelingen. De reacties van ouders zijn tot nu toe in ieder geval zeer positief. En je krijgt ook echt leuke feedback, hoor. En je merkt ook, de ouders van kindjes met schizis, dat is een generatie die heel goed met techniek kan omgaan. Hè. In die zin is het steeds gemakkelijker aan het worden. Fijn weekend. Dag. Tot ziens. Dag.